Door weer en wind. Goedemiddag. Wij komen u overvallen met een bloemetje. Op het aardig. Ja, en dat is namens alle betrokkenen van het Zoon Hermanshuis. Dat is voor u aangevraagd. Wat ontzettend aardig. Wat ontzettend aardig, hè? Ja. U wordt erg gewaardeerd. En dan wil ik toch graag persoonlijk even weten hoe het komt dat u dit hier in Tiel heeft binnengehaald. Het Toon Hermanshuis. Nou, dat is heel eenvoudig. Ik heb in 2003 zelf een hele vervelende darmtumor gehad. En dat ging niet zonder slag of stoot. Daar ben ik van genezen verklaard. En toen liep ik afgelopen januari, vorig jaar, door Maastricht. En zag ik het Toon Hermanshuis. En toen dacht ik, goh, dat had voor mij iets moeten zijn. Want dan was ik nooit zo depressief geweest en zo ellendig. Maar ik had die periode had ik geen tijd, want ik was druk bezig met de studie Russisch. En in juni heb ik de geest gekregen. En toen heb ik een script geschreven. Toen had ik het eigenlijk zo voor elkaar. En 7 maanden later wordt het geopend. Ja, 14 februari, is het zover? Ja, precies. En ik had dus natuurlijk het voordeel dat ik medicus was. En ik kon overal zo naar binnen lopen. En ja, dat ging allemaal zonder problemen. En het was, ja, het was geweldig gewoon wat iedereen deed. En ik heb eigenlijk niemand gehad die nee zei. Hè? Mooi is dat, hè? Ja. En ik had binnen 3 maanden had ik 80 mensen voor me werken. Allemaal vrijwilligers. Allemaal net zo bereid om die schouders eronder te zetten. Ik kreeg de geest, ja, of dat nou door mijn enthousiasme kwam of door wat dan ook. Dat zal zeker meegespeeld hebben. Maar kanker in de regio. En het is een regionaal project, hè? Dus vandaar dat het dat iedereen dat aantrekt natuurlijk. Ja. Hè? Het is niet iets heel ver weg, maar het is hier gewoon om de deur. Ja, is ook zo. Goed, maar ja. Het initiatief wordt ontzettend gewaardeerd, dus namens al die betrokkenen. En ja, natuurlijk ontzettend veel succes. Met alles wat daar gaat gebeuren. Jullie komen en de cameraman ook. Hallo. Kom eens dichterbij. Even in het licht. Hi. Dat is veel te lang geleden. Ja, dat doe een wijntje, kom. Kom. Nee, Pelly, even hier. Oh, bloemetje, ja. Voor jou. Wat lief, ja. En weet jij waarom? Omdat we zulke gezellige avonden gehad hebben met jullie. Nou. Ja, ik heb geen idee. Jij zet je al jaren met hart en ziel in voor deze club. Staat altijd voor iedereen klaar. Altijd vrolijk, altijd bereidwillig. En dat wordt dus beloond door de leden. Met een bloemetje. Leuk. Dankjewel. Ik heb een bloemetje. Jeetje. Voor jou. En weet je waarom? Nee, ik heb geen flauw idee. Nee, Herman Jonkmans. Zeg maar Wil. Ja. Ja. Die heeft een ontzettend mooie brief geschreven. Dat jij je geweldig inzet voor steunpunt thuiswonen. Ah, ja. Daarnaast voor dynamiek. Voorleesopa. Ja, ook. Woensdag. Ja, klopt. Ja. Ik geef eerst het boeket even. Oké. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Het wordt dus enorm gewaardeerd. Dat heb ik in de gaten. Ja, nou, gefijn is dat. Mooi, hè? Ik hoop er ook veel voor te kunnen doen. Nou, dat blijkt dus wel, hè? Ja, ja. Ja. Wat ben je aan het doen bij thuis? Nu een balie aan het bouwen voor het eerste lijncentrum. En wat vrijwilligerswerk aan de telefoon. Geweldig. Ik weet niet, gewoon, normaal. Nou ja, goed, door dit soort mensen kunnen dit soort dingen ook allemaal gebeuren. Daar ben ik het mee eens, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar wat een overval. Ja, overval, nou, zo is het. Ja, ja, precies. Ja, nou, geef ze een mooi plekje. Een mooi plekje. En nogmaals, ook namens Herman. Ja. Fantastisch bezig. Graag. En we hopen er heel veel voor te kunnen gaan doen. Dankjewel. Hartstikke. Alsjeblieft. Ik geef je toch een hand. Dankjewel. Meneer Salet. Rien Salet. Hallo. Ik kom u een bloemetje brengen. Zoals u ziet. Ja, ja. Ja. Wij zijn van Stadse Weet hield hier aan tafel. Dit is het onderdeel, het bloemetje. We hebben een brief gekregen van een meneer die zegt dat u met heel veel liefde, zorg, kindjes ophaalt. Gehandicapte kinderen. En dat met zoveel plezier en vreugde doet. Ja, dat doe ik. Ja. Dat doe ik. Dat is mijn hobby, dat is mijn werk. En daar krijg ik daarvan. Ja, dit is van de buurman van een van die gehandicapte kindjes. Joop de Wit, Hoge Straat in Tiel. Och, bij Bulintje vandaan. Ja. Ongelooflijk. Ik geef eerst even dat bloemetje en dan had ik... Ongelooflijk. Nu had ik ook nog begrepen dat u pas bent geopereerd. Ja, dat klopt aan mijn schouder. Ik ben ruim een half jaar geleden, vorig jaar juni, gevallen met de fiets onderuit. En de pees afgescheurd. En die hebben ze in januari geprobeerd.
weer op zijn plek te zetten. Maar dat mislukte, want de pees was eigenlijk helemaal afgescheurd en kapot. En hebben ze een stuk van de spieren hier vastgezet. Dus ik loop nog in de ziektewet tot misschien een paar weken nog. Dat ik de kracht heb, dat ik weer ga. Yeah. En dan ga ik weer rijden. Dat zou heel mooi zijn. Daar zullen de kinderen ook heel blij mee zijn. Daar twijfel ik niet aan. Ik hoef niet langs de winkel te komen of langs het dagcentrum te komen. Want dan hebben ze nergens geen tijd meer. En u wordt de zingende bakker genoemd. Ook dat. Ja. Ook dat is nog van heel vroeger uit. Ik zat net op de zolder met de vrouw. En toen kwamen we nog allemaal foto's en krantenknipsels tegen van de bakkerij. En och, weet ik het allemaal. Maar ja, één keer moeten we er toch vanavond. Dan moeten we toch de spullen opruimen. Want het is geweest dan. Maar ik heb... Ja, dat klopt. Ik heb hier in Zoelen altijd de bakkerij gehad. En toen ben ik van 10 jaar bestaan ik toen een single uitgebracht. En daarna nog eentje, wat betreft de bakkerij. En toen werd ik ziek en toen ben ik gewoon verder gegaan onder mijn eigen naam. Maar de zingende bakker blijft houden. Ja, mooi hè? Dan ga ik de noten kwijt. Ja, ja, leuk. Nou, ik wens u heel veel sterkte met het herstel van de schouder. En ik hoop dat u snel weer aan de slag kan. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Daar kom ik zo ook weer tegen. Ja. Maar ik kom die ene jongen nog wel van de Teststad CV op de fiets tegen. Hij zit er pas waai door, die jongen. Ja. En die had vroeger, toen ik en zong en bij Sinterklaas hielp, toen kwam ik toch heel vaak bij die dingen, die mannen. Ja, ik vind het schitterend. Hartstikke leuk. Hey, nou, hartstikke bedankt. Heel veel sterkte en heel veel plezier. Dankjewel. En ik vind het geweldig. Bedankt Joop en zijn vrouw voor het mooie bloemetje. Doe. Vind het perfect. Doe ik mijn werk toch goed. Ja, ja. Hey, hartstikke bedankt. Doei. Bob Ekdom. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. En namens het bestuur en de vrijwilligers van VPTZ, een bos bloemen. Geweldig. Want ik heb begrepen dat u daar 8 jaar... actief bent geweest? Dat klopt, ja. Ja. Met plezier gedaan trouwens. Ja, en dat wordt dus bijzonder gewaardeerd. Ja, maar ja, wat leuk joh. Hartstikke mooi. Ja, dit is ook voor het goede doel. Hè. Weet jullie wat ze allemaal doen, die vrijwilligers? Ja, palliatieve terminale zorg. Ja, die gaan vooral in de thuissituatie mensen, en ook hier op het hospice, mensen ondersteunen die vooral de mantelzorg ondersteunen bij mensen die terminaal ziek zijn, zeg maar. Dus dat doen goed werk. Het is ook leuk om dan in zo'n bestuur te zitten. Ja, met plezier gedaan. Dus ik vind het heel lief dat ze dit zo gedaan hebben. Ja, het is bijzonder gewaardeerd. Dus al die vrijwilligers en het bestuur, wat er nou, nog wel dankjewel. Is. Dankjewel, leuk hoor. Heel veel succes met alles. En nogmaals dank namens al deze mensen. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Bedankt hiervoor. Louis Zetten en Gislaine. Ja, net andersom, hè? Ja. Komt er even bij elkaar, alsjeblieft. Waar is dat voor? Dit is het bloemetje van de week van Stadstv Tiel. En dat is aangevraagd door iemand die heel veel respect heeft voor jullie. Want jullie doen heel erg veel vrijwilligerswerk. Waaronder hier in het Vrijthof, maar ook voor Stichting Vlinders, daklozen, verslaafden. Ja, dat klopt. Truus van Meulen. Oh. Die heeft op de straat. Ja. En zij zegt, ze zijn er zo druk mee. Ja, dat zijn we ook eigenlijk wel. Ja, je wil als je gepensioneerd bent, dan wil je toch iets gaan doen hè, met het vrije tijd. Ja. Dus zo is dat, deden we voor die tijd al hoor. Ja, deden we ook dus al. Dat is erbij eigenlijk. Ja. En dit zijn natuurlijk hele mooie activiteiten, want jullie maken heel veel mensen gelukkig hiermee. Ja. Ik hoop het. Ja. Een beetje vrolijk gezicht erbij. En, ja, dat is toch prachtig. Dat is heel veel toegevoegde waarde natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja, maar goed, dit boeket dus voor jullie. Dank je wel. Namens Truus. En jullie gaan voorlopig hier nog mee door? Ja, zeker. Ja, zeker. Kan, doen we dat. Kan, doen we het, ja. Oké, nou, heel veel geluk, heel veel plezier. En heel fijn dat jullie dit allemaal doen. Dank je wel, hoor. Bedankt voor de mooie bloemen. Bedankt. Helma. Kom eens even deze kant op. Jongens. We hebben een bloemetje. Hallo, kom eens hier. Ja, jong, ik... Ja, schrik je? Wezenloos, ja. Niet nodig. Een overval met een bloemetje. En weet je hoe dat komt? Komen jullie binnen, jongens? Nee, wij blijven lekker hier in het zonnetje. Ik geef je eerst de bloemen, kom een klein stukje dichterbij. Ja? Oh, wat erg is dit. Nee, dit is niet erg, dit is leuk. Wij hebben een brief gekregen van Pelly. En Pelly zegt, het is zo'n schat, zo'n lieve, bijzondere vrouw en vriendin voor mij. Mm-hmm. Ja, maar Pelly is zelf natuurlijk ook een vreselijke schat, maar... Ja, die goed doet. Ja, oh, wat een grapjas is dat nou. Ze zet zich zo in, ook voor de kleinkinderen. Ja, dat... En ik zag hier al van alles rondlopen. Ja, oké. Ja, goed, maar dat kan nou. En dan doe je dat toch. Dat is hartstikke leuk, joh.
Ja, maar ik ben echt helemaal een beetje van... Ja, ja, goed, ze is hartstikke dol op jou. En ze zegt, ik wil gewoon dat ze een keer in de bloemetjes wordt gezet. Grapjas. Het is echt, ja. Ik vind, ja. Leuk, hè? Ja, het is leuk van Pelly. Het is, ja. Maar goed, ik word er echt een beetje verlegen van. Ja. Nou, geef ze een mooi plekje, geniet ervan. En geef er een dikke kus. Zal ik ook doen, zal ik doen. Ja, god, het is echt... Ja, ik ben echt een beetje sprakeloos van wat, wat een grapje als die Pelly. Hè? Ja, ga je ook even zwaaien? Siem. Gauw weg. Ja. Goed, wij gaan. Oké, nou. Het is, ja, ga ik doen. Ik ga ze op water zetten. Ik zal Pelly zo eens even gaan bellen. Dan even vertellen dat ze toch wel heel lief is, ja. Ja. Er is een bloemetje aangevraagd door diverse middenstanders en ondernemers, omdat zij waanzinnig waarderen dat jullie in deze tijden zo'n geweldige verbouwing aan durven te gaan. Ja, nou ja, welkom. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet voor de andere ondernemers, maar ik denk wel goed voor de stad. Ja, nou goed, het is voor iedereen natuurlijk goed. Iedereen, ja, precies. Maar ja, we doen het uiteraard ook voor onszelf. En omdat we er denken... voor de toekomst goed aan te doen om er te investeren in de stad Tiel. Ja, ja. En in onze eigen onderneming. Ja. Dus. Heel erg goed. Dank jullie wel. Ja, jij bedankt. Welkom. Goedemiddag. Henk Belgers, kom eens een klein stukje dichterbij. Dichterbij komen? Ja, graag. We willen u graag even zien. Wij hebben een bloemetje. Komt u een stukje meer naar mij toe? Ik heb van een week al bloemen gehad. En waarom was dat? Bij Tek. En ter ere van wat is dit? Nou, dit komt inderdaad dus van Tek. Van al die leden, de mensen, het bestuur. Want u bent jaren de stem van Tek geweest. Ja, ja, dat klopt wel, ja. En daarvoor nog voorzitter? Ja, voorzitter, penningmeester, kantinebeheerder, omroeper. Van alles gedaan. Ja, nou, dat wordt dus door al die mensen zeer op prijs gesteld. Ja. Dus bloemen zijn er nooit voldoende. Nou, dan stel ik wel een prijs. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, lekker wat rustiger aan doen. Ja, ik heb... We hebben nou een andere omroeper. Hebben ze inmiddels. Hè? En nou zit ik even in een dalletje. Nou, ik heb ook nog een seizoenkaart. Ik ben ook fan van NEC in Nijmegen. Heb ik een prachtige tijd beleefd natuurlijk. Dus ik heb eigenlijk twee liefdes, NEC, maar Tek staat natuurlijk altijd voorop. Ja, ja. Ja. Nou, die liefde is volgens mij van alle kanten zo. Nou, dank je wel. Dank je wel. Ja, nou, heel veel geluk. Heel Moet veel... ik ook je koffie aanbieden? Nee. Gaan weer door. Geniet lekker van de bloemen. Nou, dan zullen we dat doen. Hè? Pas mooi bij het mooie weer. Ja, dank je wel, hoor. Hallo. Emanuelle. Ja. Dat ben jij. Kom eens wat dichterbij. Ik heb een bloemetje van jou. Oké. Die ga ik jou eerst even geven. Wij hebben namelijk een ontzettende lieve brief gehad van jouw eigen man. Waarin hij schrijft, ik ben zo dol op deze vrouw. Ze is 9 jaar geleden naar Nederland gekomen. Zorgt met hart en ziel voor onze dochter. Daarnaast een 1000 poot in ons bedrijf. Oh. Ja, en je kan heel erg lekker koken. En hij heeft geschreven dat je de afgelopen 2 jaar best wel wat ellende te verduren hebt gehad met het verlies van je schoonvader en een tante van je, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, en hij zei, zij verdient een bloemetje. Oké, nou, bedankt. Ja. Lief, hè? Heel lief van hem, ja. Had ik echt niet verwacht. Nee, nou, geef ze een mooi plekje. Nou, bedankt. En nou goed, natuurlijk een hele dikke knuffel voor je eigen man vanavond, hè? Ja. Dat ga ik zeker doen. Okay. Nou, bedankt, hè. Wij zijn van Tiel aan tafel, het bloemetje van de week. En dat wordt eigenlijk overhandigd aan het hele korps hier in Tiel. Omdat we hele positieve reacties allemaal horen van de mensen. En symbolisch voor het hele team ga ik u dat nu overhandigen. Wat fijn. Ja. Wat fijn. En ik zie dit als een waardering van de burger van Tiel voor onze medewerkers. Dus bij deze ontzettend bedankt. En ik heb begrepen dat het team ook allemaal uitgebreid gaat worden, dat het allemaal nog beter gaat worden. Nou, we zijn natuurlijk onderdeel van de reorganisatie en sinds vorig jaar zijn we al 1 team geworden. Het team Tiel Neder-Betuwe is opgegaan in het team De Waarden. Dus dat betekent dat we nu 1 groot team zijn van 235 FTE samen met Geldermalsen, Culemborg, Zaltbommel. Enorm gebied. Een enorm groot gebied, ja. Goed. Maar goed, goed bezig. Dank je wel. Ja, en vooral zo doorgaan. Veel succes met alles. Ik ben blij verrast. Dank je wel. Ja. Yeah.
een overval met een bloemetje. Ja, inderdaad. Ik zie. Ja, ik ga hem eerst even geven. En dan ga ik jou vertellen hoe dat zo komt. Ja. Jij bent een van die vele vrijwilligers hier, die met hart en ziel voor deze club alles regelt. Ja. En jij bent de vrijwilliger van het jaar geworden. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dat is afgelopen 2 weken geleden. Ja. Is mij die eer toegekomen, dus ja, nou, super. Dat betekent dat jij je mateloos inzet. Ja, jaren gedaan, inderdaad. Maar nu even rustig. Maar afgelopen jaren ben ik regelmatig niet op de club geweest. Ja, en wat doe je dan? Ik was voorzitter van de wachtcommissie. En dus ik heb jarenlang eigenlijk alles geregeld, zeg maar, omtrent de hele bar gebeuren. Dus jullie overvallen mij ermee, moet ik zeggen. Ja, dat is super. Zo hoort dat. Nou, weet je, door mensen als jij is het gewoon mogelijk om dit te laten draaien. En dat wordt bijzonder gewaardeerd door al die leden. Ja. En dat had je al gemerkt natuurlijk door die vrijwilliger van het jaar. Ze zei, nou, en bij deze ook nog een bloemetje voor jou. Nou, hartelijk dank, moet ik zeggen. Dus plezier gedaan voor alle clubleden. Ja, en ga vooral zo door. Gaan we doen. Ja? Hey, heerlijk, dankjewel. Oké, merci. En Arthur die heeft deze bloemen voor zijn moeder Willy. Ik loop naar Arthur toe. Arthur, deze bloemen zijn voor jouw moeder. Waarom? Omdat het vandaag precies 5 jaar geleden is dat mijn moeder zelfmoord pleegde hier in de Waalkade. En dat blijft een hele moeilijke dag met een heel groot gemis. Met iets waar je nooit zou vergeten in je leven. Maar wel om iets ergens bij stil te staan. Om het vooral niet te vergeten. Ter nagedachtenis dus. Zeker. Ja. Mis je haar nog? Ja, iedere dag. En er is hier een monument ooit opgericht door burgemeester Steven de Vreese destijds. Klopt, ja. Ook die burgemeester zijn we nog steeds heel erg dankbaar dat hij het voor elkaar heeft weten te krijgen. Dat we altijd nog, als we bij de Waalkade zijn, om even stil te staan bij mijn moeder. En dat het nog steeds voor iedereen een helpende hand is om de reddingsboei te pakken, mocht het nodig zijn, wat voorheen niet mogelijk was. Okay. En wij gaan de bloemen nu in het water doen, hè? Zeker. Ja, okay. En heftig moment, Arthur. Ja, dat blijft zeker, ja. En dit is ooit ook dus eerder gebeurd? Klopt, ja. En dan moet je eigen inbeelden dat je bij de krib staat, machteloos zit toe te kijken, hoe ze je moeder aan het reanimeren zijn. Totdat ze later... Dat heb je ook echt gezien? Ja, ik stond daar in ieder geval bij de krib. En dan zag ik wel hulpverlening, mijn moeder reanimeren. Maar het hart van mijn moeder stond al 20 minuten stil. Oh. Dus het was al een verloren zaak. Hun hebben in ieder geval hun best gedaan om nog mijn moeder in leven te kunnen behouden. Ja, en dan komt later het hulppersoneel naar je toe. En dan zegt ze van, ja, je moeder is overleden. En dan zak ik echt de grond om je voeten vandaan. Ja. Dan, goed, we gaan nu aan jouw moeder denken. Aan alle positieve en mooie dingen die er waren. Die waren er zeker. En die zal ook nooit vergeten ook. Mijn moeder was een hele lieve en vooral een zorgzame vrouw. Zowel naar haar zoon toe als naar anderen. En dat zou iedereen altijd wel blijven onthouden. Hoe gaan we dat doen? Niet alleen de moeder van Arthur is belangrijk in zijn leven, ook zijn vriendin Tina. En die gaat Arthur nu ook verrassen. Ja, jij schrikt nu, Tina. Ik geef jou de bloemen, Arthur. Want jij wil iets... Oeh, hoop wind. Jij wil iets tegen Tina zeggen. Ook voor jou heb ik een bosje bloemen. Dat ik heel veel respect voor je heb. Vorige week hebben we ook onze Tiamo moeten verliezen. Wat een jaar geleden is. En ik heb heel veel diep respect... Ja, dat je in ieder geval zo goed voor mij bent als voor anderen, maar ook voor jezelf. En daarom heb ik voor jou dit bosje bloemen. Oh. Dankjewel, liefje. Ik hou van jou. Ik kom er even tussendoor. Jij bent helemaal niet voorbereid. Nee. Maar jullie hebben inderdaad ook een hele zware tijd samen achter de rug, hè? Ja, inderdaad. Een hele moeilijke tijd. Maar we moeten door. Ja, het is niet anders. En het maakt ook niet altijd makkelijker. Maar ik hoop dat ons geluk nou ook eens een keer aanbreekt. Na alle ellende wat we samen meegemaakt hebben. En afzonderlijk. Nou,
jullie hebben in ieder geval wel heel veel aan elkaar. En dat is natuurlijk een hele mooie basis om door te gaan. Ja, inderdaad. Ja. Dat zeker. 2 oktober gaan we elkaar ons jaarwoord geven. Oh. Dus er staat zeker wat moois nog in de vooruitzicht. En er komt nog zeker wel heel veel mooie jaren bij. Ik wens jullie een prachtige toekomst toe. Dank je wel. Dank je. Dat is even het onderdeel van het voorstuk. We krijgen nu een break. Ja, ik ga ontzettend onderbreken. Als u eventjes ook de microfoon bij mij wil houden, dan kom ik even uitleggen wat wij hier komen doen. Oh ja. Ja, we doen het gewoon zo. Ja. Er is vanavond hier iemand aanwezig die gaat afscheid nemen na zoveel jaren trouwe dienst bij het Alzheimer Café. Jan Rabbingen, kom je even naar mij toe? Want jouw inzet is zo ontzettend gewaardeerd al die jaren. En bij deze, een boeket met bloemen. Ik ga even naar die kant toe. Ja. Nou, dat had ik nog niet verwacht, maar het is hartstikke leuk. Dat jullie nog aan mijn gedachten hebben. Nou, dat doen we heel vaak. Ja. Goed, maar nu dus, na ruim 13 jaar? Ongeveer 17 jaar geleden vanuit mijn werk van Welzijn Ouderen ben ik... Doet de microfoon het niet? Oh. Ongeveer 17 jaar geleden zijn Truus Vermeulen en ik eigenlijk al voorbereide werkzaamheden begonnen voor het Alzheimer Café. En 13,5 jaar geleden zijn we gestart. En toen we gestart zijn, er waren 2-3 mensen. En nu zijn gemiddeld 30-40 personen die op zo'n avond komen. In Tiel was de voorloper. En daarna is ook in Druten gestart. En Geldermals en Culemborg. Ja. Dus ik heb totaal 17 jaar gedaan. Dan vond ik het tijd om een stokje over te dragen. En op de goede manier achter te laten. Ja, nou, volgens mij is dat helemaal geslaagd. Ja. En nogmaals dus grote dank voor al die jaren inzet. En ga er lekker van genieten van die vrije tijd. Nou, een heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket. Ik heb blij mee, dat is een heel leuk idee. Een overval met een bloemetje van Janine dus. Heel leuk. Ja. Hoe krijgt ze het van Zonne? Wat heb ik gedaan voor haar? Nou, ik heb begrepen, u bent 95 jaar oud. Klopt. Ja. En u woont nog helemaal zelfstandig. Ja. En u breidt heel veel voor Roemenië. Heel veel. De dekens liggen hier op de grond. Ik geef u eerst even dat bloemetje, mevrouw Waardenburg. Oh ja. En hier zijn die dekens? Ja, daar pak hem maar. Dan kun je het laten zien. Prachtig, zeg. Kijk. Wauw. Die. En die heb ik er al zo'n 40 gebreid. Echt waar? Ja. En waar haalt u die energie vandaan? Nou ja, die heb ik gewoon. Positief zijn. En goed denken. Niet treuren, niet zeuren. Zo, dat is dus het geheim? Ja, dat is het geheim van positief zijn. Oké, goed. Ja. Wij gaan u achterlaten met dat bloemetje, met een hele dikke kus van Janine. Leuk. Nou, doe Janine de groeten maar. Bedankt. Gaan we doen. En u vooral lekker zo doorgaan. Dat ik hoop nog een poosje van trouwen. Ja. Dank u wel. Heerlijk. Prachtig. Leuke meid. Hele leuke meid. Mooi, hè? Joop de Wit. Ja, goedavond. Hallo. Een overval met een bloemetje. Nou, dat is heel mooi. Ja, wij hebben van de familie Pippel een brief gekregen. Ja. Waarin staat dat jij samen met je vrouw Ria al 40 jaar met hart en ziel voor jullie zaak werkt. Ja, dat klopt, ja. En jij venst nog dagelijks. Ja, dat klopt ook, ja. Tot diep in de nacht. Nou, valt me mee. Maar goed, het wordt ontzettend op prijs gesteld. Ja, nou, mooi. Ik geef eerst even dat boeketje. Dankjewel. Het is een heel mooi boeket. Ja, het is fantastisch. En dan moet je me toch uitleggen hoe het komt dat iemand zo hard kan werken. Ja, dat gaf gewoon vanzelf. Dat doe je gewoon met een beetje passie en met, En het is gewoon een strijd natuurlijk. Je mag gewoon vooruit. Ja, je moet jezelf onderscheiden. Zoiets, ja. 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 Want in hun brief staat ook, de klant is koning. Ja, de klant is koning, ja. Tuurlijk, daar doen we alles voor. Tenminste, zoveel mogelijk. Ja. En jullie bedrijf bestaat al 80 jaar. Ja, 80 jaar van het jaar. En jouw vrouw staat in de winkel? Ja, en die doet ook de best. En jij gaat s'avonds te hard op? Nee, zo ben ik niet. Nee. Nou ja, je bent van huis. Dus, ja, dat klopt. Ja. Vandaar dat ik jullie regelmatig tegenkom. Ja, dat klopt.
Ja. Ja. Ja, goed. Jan en Magda, die zeggen, deze meneer en zijn vrouw moeten gewoon eventjes een keer in de bloemetjes gezet gaan worden. Ja, ja, prima. Dank je wel. Ja, nee, ja. Dat vind ik leuk. Het zijn ook hele aardige mensen, als ik het zelf. Ja. En ga je dit nog... Je hebt oog voor detail. Ja. Ga je dit nog lang volhouden? Ja, 4, 5. Ja. Dus al deze mensen die hier in buitengebieden wonen, die worden nog voorlopig bediend? Ja, bediend. Ja. Nee, dat komt wel goed. Maar we hebben niet alleen buitengebied. We zitten eigenlijk meer in de stad, hoor. Dit is eigenlijk een beetje een... afgelegen stukje. Een verdwaalpartij. Maar goed, niettemin wel hele aardige mensen altijd. Ook daar al, doe je iets ook, voor. Ook al, daar kom ik ook al hier al 30 of 40 jaar, dus... van 23. Ja, 40 jaar. Dus daar kunnen we wel nagaan, hè. Ja. Alleen hier dan, dit stukje. Ja, goed. Ook voor je vrouw dus, dit boeket. Geniet ervan. Heel hartelijk bedankt. Ik vind het mooi. Ook zeg maar dat Michel goed zijn best gedaan heeft. Magiel. Ja. Geef ik het door. Geniet ervan. En nou, vooral zo doorgaan. Ja, dank je wel. Okay, en jullie ook. Met succes met het programma. Dank je wel. Tot ziens, Tiel.